Hallo, welkom bij deze video en deze mini let's play. Voor mij is gameplay in The Sims 4 echt al een tijdje geleden, dus het is leuk voor mij om nu een beetje te gaan ontdekken wat er allemaal bij is gekomen met die nieuwe pakketten en de patch updates. Maar we hebben ook een leuke challenge. We kunnen nu de Heinz Hulpjes Challenge doen. 6 weken lang zijn er allerlei uitdagingen en vandaag gaan we gewoon beginnen met week 1. Maar we gaan dus samenwerken met Magere Hein om de geheimen van Ambrosia te ontdekken, evenementenpunten te verdienen en beloningen te ontgrendelen. Dus hier zien we al een heel rijtje met dingen die we allemaal kunnen ontgrendelen. Vandaag dus week 1, assistent van Magere Hein en een telefoontje verwijderd. Dat gaan we doen met deze sim. Dit is de sim die ik ooit een keer heb gemaakt voor de 52 Weeks of Simmaking. Dat was dan een challenge waarbij je voor 52 weken lang elke week een sim moest maken, telkens met een ander thema. Dit is week 41. Video daarvan staat ergens nog wel op mijn kanaal. Maar dit is Willow Rowan. Ik heb haar toen gemaakt met het thema herfst. En dat vond ik wel... Ja, ik vond haar wel een leuke sim om mee te gaan spelen. En dat gaan we ook doen in een huis die ik ooit op stream heb gebouwd. Wel is die een beetje aangepast. Dit huis heb ik ooit gebouwd voor een familie met een tienerkind. Dit was dan een tienerkamer. Ja, die heb ik dus even veranderd naar een hobbykamer. Dus Willow die gaat kaarsen maken in plaats van een tiener hebben. Nou ja, Willow zelf houdt van buiten, is extravert en een fijnproever. En vanwege haar doel die ik ooit voor haar gekozen heb, is het een verzamelaar. Past misschien ook wel een beetje bij deze challenge. Geen idee. We gaan het merken. Als ik zeg maar zo verder naar beneden kijk, zitten er natuurlijk heel veel dingen bij die voor mij nieuw zijn. Dus dat wordt leuk om te ontdekken. Kijk, dit herken ik nog wel van ecologisch leven. Dit is van Word Beroemd. Maar er zitten gewoon heel veel dingen bij die ik dus nog niet ken. Dus we gaan gewoon zien wat daarmee gebeurt met allerlei pop-ups en zo. De behoeften staan hier. Nou, ze is helemaal prima. We hebben een telefoontje verwijderd. We moeten dus wachten op de Ambrosia Society nieuwsbrief. Een heinofoon kopen en de spoken naar Ambrosia vragen. En de andere assistent van Magere Hein 3 sims naar Ambrosia vragen. En een startpakket bloemenzaden bestellen. Dan moeten we toch de koopmodus in. Of de bouwmodus in. Want dan wil ik ook even die heinofoon. De heinofoon kopen. Claim de heinofoonbeloning van het evenement. Oh, ik moet hem eerst nog claimen. Oh, oké. Ik moet eerst wachten op de post. Maar dan kunnen we wel even werken aan de bloemenzaden. Dus dan gaan we wel alvast zo'n box kopen. Even kijken. Activiteiten en vaardigheden. Tuinieren. Ja, ik vind deze wel leuker voor haar. Dan ga ik hem neerzetten. Zullen we er 2 doen? Zo. Oh, dit is te groot. Nou, enig. De plantenbakken staan klaar. Nou, dan mag ze haar eigen huisje in. Wat heel grappig is aan dit huis, dit heb ik dus ooit gebouwd op stream. Met maximaal 100 tegels. Dit huis heeft maar 100 tegels. Maar je hebt dus gewoon de begane grond op de begane grond. Dus we hebben hier een woonkamer, een wc'tje en een keuken. De slaapkamer is dus in de kelder. Dat vond ik toen heel leuk om te doen. Hier is dus ook de computer, dus ze mag hier naartoe gaan. Want dan gaan we dus even kijken. Bloemen. Een startpakket bloemenzaden bestellen. Even kijken. En dan hoop ik dat er straks buren langskomen om kennis te maken. Bestellen. Zaadjes kopen. Bloemen. Hebben we verder nog iets? Nee. Laten we er 3 doen voor de zekerheid. Oké. Je hebt voldoende evenementpunten verdiend voor de beloning nu al. Ik heb 1 dingetje gedaan. Oh, ik mag een boek ophalen. Oké, deze beloning is opgehaald. Wat is dat boek? Tuinieren deel 1. Water, licht en aarde. Lees dit boek om je tuiniervaardigheid te verbeteren. Dan gaan we dat doen. Heeft ze dat boek ook meteen? Ja! Nou, meid, ga lezen. Ik weet niet wat je wilde doen. Televisie kijken. Ja, jammer, meid. Ze zit alleen nog in haar buitenkleding. Ik weet niet of ze het straks heel warm gaat krijgen. Ze is speels. Door de omgeving. Oh, dat komt misschien door die lama of door het lampje. Oh, we hebben hier ook een lamp. Ah, ik vind dit zo'n leuk huisje. Het is leuk om hier nu een keertje in te spelen. Oké, dankzij de nieuwe tuiniervaardigheid van Willow kan ze planten, water geven, wieden en oogsten. Op hoge niveaus worden er nieuwe interacties en geavanceerde technieken ontgrendeld. Helemaal top. Ik voel me een beetje weer een beginneling, maar tegelijkertijd ook niet. Omdat ik zo lang geen gameplay meer heb gedaan. Oh, daar komt al iemand aan. Of loopt die daar gewoon te wandelen? Die loopt ook daar gewoon te wandelen. Ja, ik ben echt benieuwd of we buren langs krijgen. Meestal is dat toch, als je dan hier net komt wonen, dat je op een gegeven moment welkom wordt geheten door de buurt. Op dit moment is er nog niemand. Nou, oh, ze is al klaar met lezen. Wilt ze toch weer televisie kijken, hè? Maar ik wil even... Oh, daar zijn ze. We hebben er maar eentje. Maar ik moet met 3 sims praten. Oké, nou, buren vragen om binnen te komen. Heb ik er maar 1? Jeetje. Oh, ze heeft ook kookvaardigheid geleerd. Nou, ze is niet gewoon televisie gaan kijken. Ze is nog wel nuttig bezig geweest. En ze is een fijnproever.
Maar deze meneer heeft geen vruchtencake voor ons meegenomen. Wat is dit nou? Heb ik eindelijk een sim die een keer dat lust? Nemen ze het niet mee. Zelfverzekerd. De ruime, maar intieme sfeer maakt sims zekerder in het toepassen van hun vaardigheden op andere sim. En ze is nog steeds speels door de inrichting. Moeten wij iets doen hier? Nee, hij is geen spook. We moeten 3 sims naar Ambrosia vragen. Dat kunnen we wel aan hem vragen dan. Zorg dat je weet hoe je moet vissen. Dat zul je nodig hebben als je Ambrosia wilt maken. Oké, we moeten dus ook gaan vissen. Oh, er komt nog iemand. Er komt nog iemand. Er komt nog iemand. De vruchtencake is er! Lekker. Hallo, ik wil jou ook even met jou praten. Maar dit is Justin en dit is Supriya. Praat met Supriya. Oh, inleiding tot aantrekkingskracht. Dit is voor mij nieuw. Willow Taffy heeft een neutrale aantrekkingskracht voor Supriya. We kregen niks over Justin, maar oké. Sims voelen zich al dan niet aangetrokken tot andere sims op basis van wat ze een aantrekkelijke kwaliteit vinden of juist een afknapper. Sommige van deze zijn gelijk duidelijk, zoals kleuren en kleding. Andere vereisten dat sims meer over elkaar weten te komen voordat de aantrekkingskracht verandert. Ja, dit is dus interessant, hè? Het is natuurlijk niet meer zo dat je sim gewoon hop op elke sim nu kan laten duiken. Oké, ik wil ook even bij jou naar Ambrosia vragen. Heel goed gesprek, Deert. Ambrosia, ik weet niet zeker hoe ik dat moet maken, maar ik zou het graag leren en een spook weer tot leven wekken. Nou, laten wij een stukje pakken. Nee, anders. We gaan aan tafel roepen. We kunnen meteen kijken wie niet van vruchtencake houdt. Zij wil niet. Zij weigert al. Kijk, zie je, zij vindt het lekker. Wat vind jij ervan? We gaan even kijken hoor. Geen reactie. Maakte geen indruk. Nou, dan gaan we dit opbergen was het, hè? Er komt er nog één aan! Dan hebben we er 3! Maar dat is een kind. Dus ik weet natuurlijk niet of ik een kind naar Ambrosia kan vragen. Komt dat kind hierheen? Komt dat kind hierheen of loopt het alleen langs? Het komt hierheen. Die buren zijn wel gek bezig. Vraag om binnen te komen. Ik kan een kind ook naar huis sturen. Oké, kunnen we jou ook om Ambrosia vragen? Hebben we ook een boerenintroductie? Laat eens zien. Naar huis. Dit is jouw huis. Doe eens een boerenintroductie. Oké. Oh, dat kind krijgt zelfvertrouwen. Wat schattig. We kunnen het kind ook naar Ambrosia vragen. Ja, vraag maar naar Ambrosia. Als je Ambrosia wil maken, moet je bereid zijn om je handen een beetje vuil te maken. Oké, we hebben weer een beloning ontgrendeld. Wat hebben we nu gekregen? En dit is een origineel vrieskelet. Een uiterst benig vrieskelet. Het zou veel angstaanjagender zijn om het op zo'n ding te stuiten als ze niet zo verdraaid schattig waren. Maar wat is het? Je vindt dit voorwerp in de inventaris van je sim. Oh, nog meer visite! Nog meer visite! Kom maar binnen. Altijd handig. Altijd handig om Sims te leren kennen. Oh, hoe heet dat kind? Atlas. Atlas Michelson. We hebben al heel veel mensen in dit hele kleine huis. Doe eens een introductie. Vragen een hangsessie op te zetten. Je kunt niet hangen tijdens sociale... Wat is dat? Even kijken of we wat leuke nieuwe vriendelijk... Oh, dit is allemaal een categorie nu. Over koetjes en kalfjes. Naar carrière vragen. Laten we iemand tenminste 1 persoon leren kennen. Oh, dat is een tiener. Dat had ik niet verwacht vanwege die haarkleur. We moeten een lelie planten en een lelie... Oh, ze moet ook naar de wc. Ga maar naar de wc. Ze hebben nog steeds koud weerkleren aan. Oké. We gaan even... Oh ja, die wilde ik plaatsen. Die kunnen we hier wel in de kast zetten. Kijk wat leuk. Ze heeft wat verdiend. We gaan even een zaadpakketje openen. Oh, er wordt daar geflirt. Dit is een grasklokje. Ah, leeuwbekje. Top. Ik moest een leeuwbekje planten. Het wordt tijd om weer te gaan. Bedankt voor je gasvrijheid. Alsjeblieft, hè. Planten. De groenste groene vingers. Willow Taffy bloeit en groeit net zo mooi als haar gewas van ontkiemende plantvrienden. Is deze ontluikende emotie een teken dat ze dol is op tuinieren? Ja, ik vind wel dat dit het type is dat dol is op tuinieren.
Hoppatee. Weer een beloning ontgrendeld. We gaan even kijken wat we nu hebben verdiend. Ja hoor, daar is die. De Heinofoon. Een bovennatuurlijke geluidssysteem met een directe lijn naar Magere Hein zelf. Waardoor zijn sterfelijke kennissen hem dag en nacht kunnen oproepen. Hij kan ook je favoriete muziek afspelen als je dat wilt. Die moeten we dus echt kopen. Oké. Dan gaan we even kijken. Heb ik ook een lelie? Dit is een lelie. Top. Ja, voordat je weer naar binnen loopt, ga dan ook even Hallo? Lelie planten. Ik weet niet wat ze wilde doen. Hoppatee, ook afgevinkt. Oké, dan moeten we dus die Heinofoon kopen. Ik weet niet of ik hem nu al wil gebruiken met al die mensen in mijn huis. Elektronica, hè, zei die. De Heinofoon. Oh, die kan niet op dit kastje, serieus. Het kastje is speciaal voor gekocht. Oké, dan gaan we even een bijzettafeltje kopen. Deze vind ik wel geinig. Die past wel bij haar voor met haar plantenliefde. Terug naar elektronica. En dan de Heinofoon erop. Top. Die hebben we dus nu ook. Spoken moeten we nog naar Ambrosia vragen. Magere Hein oproepen en wachten op de Ambrosia nieuwsbrief. Maar ik denk, we moeten daar gewoon wachten op de post. Dus ik denk dat dat morgen pas komt. Dit kunnen we vandaag nog wel doen. Wat ga jij nu doen? Met Atlas kletsen. En met Atlas over het bewolkte weer praten. Ik wil ook iets over... Laat ik even proberen om over iedereen iets... Oh ja, eentje is al weg, hè. Vriendelijk, over koetjes en kalfjes. Ja, ik had die andere hier leren kennen. Marie Poshima? Oh! Dit is nieuw. Willow Devi is de financiële status van Justin te weten gekomen. En Justin lijkt het aardig te doen. Oké. Staat dat er dan nu ook bij? Oh, hier staat een puzzelstukje bij. Oh, maar ik weet toch niet wat dit allemaal betekent, jongens. Oh, hun zijn getrouwd met elkaar. Vandaar dat er geflirterd. Ah, goede compatibiliteit. Niet slechter op basis van hun voorkeur hebben deze sim best een goede sociale compatibiliteit. Ze zijn misschien niet gelijk beste vrienden, maar het zal zeker geen uitdaging voor ze zijn om met elkaar overweg te kunnen. Ik wil... Wat is dat voor vlek? Ik kan dat kind op te dragen om schoon te maken. Leren kennen. Ben je ondertussen aan het kijken? Woest en wild. Oh, we komen van iedereen de financiële situatie, maar het staat er vervolgens niet bij, hè? Ik wilde even wat meer weten. Een eigenschap, zeg maar. Je hebt nog wensen. Je wil op vakantie gaan. En een uitstekende maaltijd eten. Ja, je bent een fijnproever. Maar je hebt letterlijk bijna geen skills. Dus dit wordt wat. Die gaat echt klagen over haar eigen eten straks. Maar we hebben natuurlijk die vruchtencake gehad. Dus ze heeft nu niet echt honger of zo. We kunnen straks wel gewoon een klein saladetje maken. Het is de hoogste tijd. Bedankt voor je gezelschap. Ja, meid, je hebt alleen op je telefoon gezeten. Laten we dit kind ook maar naar huis sturen. Zo. Ga jij ook maar weg? Televisie uit. En dan mag jij voor jezelf even een kleine salade maken. Ik wou zeggen inblik, wat is dat? Maar dat heb ik wel nog meegekregen. Een enkele maaltijd. Zo, jij ging weg toch? Oh, ze wil graag een high five. Hier, high five. Gaat ze weer op de telefoon? Jij ging weg toch? Wat doe jij hier? Activiteiten? Nee. Klachten. Nee. Post! Oh. Ja, maar wanneer gaat deze sim nu weg? Heb je er ook weer zo'n vies extra ingrediënt in gestopt? Ik denk dat ik haar nou onofficieel geadopteerd heb of zo. Jij ging naar huis. Ga weg. Ja, je mag je tuinsalade eten. Oké, nou laten we even met haar praten dan. Misschien dat ik haar daarna weer naar huis kan sturen. Oh, ik denk wel. Dubbel. Luna. Uchi, pichi. Interesses bespreken. Acties. Nee. Huisgenoot, nee. Gedraagt zich wel alsof ze een huisgenoot is. Afscheid. Ja, doe maar. Afscheid. Doei. Ga naar huis! Gaat ze weg? Gaat ze weg? Nee, tuurlijk niet. Jeetje, mineetje. Oké, we hadden post. We gaan de post halen. Hij heeft alles uit de brievenbus gehaald. Oké, nou ga er maar even goed voor zitten. De Ambrosia Society nieuwsbrief. Nee.
Oké. Welkom bij onze nieuwste serie waarin we je begeleiden bij het bereiden van ambrosia. Als je een leeuwenbekje hebt geplant, is de volgende stap het werken aan je kook- en tuiniervaardigheden. De beste manier om dit te doen is door de tuin en jezelf te voeden. Oké, kunnen we lessen krijgen? Dit voelt een beetje alsof het spel ook doorheeft dat ik al een tijdje geen Sims meer heb gespeeld. Maar ik weet al wel hoe we leren koken en hoe we moeten tuinieren hoor. En we hebben weer een nieuw voorwerp. Dit is zeker een kookboek. Het spookje ook dat helemaal meegaat. Ja. Laten we gaan koken. Lees dit boek om je kookvaardigheid te verbeteren. Is al weg? Nee. Het is wel avond. Misschien kan ik zo meteen even ergens naartoe gaan. In de hoop dat we dan spoken tegenkomen. En als ik dan weer terug thuis kom, is zij weg. Of ik neem haar mee. En ik ga daarna alleen weg. Ik vind dat een goed idee van mezelf. Waar gaan we naartoe? Ja, ik neem jou mee. Dan is ze mijn huis uit. Oké. Okay. Ja, we zijn nu in deze wereld. Ik wil... Hoe heet deze wereld ook weer? Brindleton Bay, ja. Ik wil denk ik naar Windenburg. Want hier heb je wel eens van die kroeg... Ja, we hebben deze, de bar hier. Sowieso heb je op meerdere plekken een bar. Waar zouden spoken komen? Zullen we gewoon naar deze bar gaan? We kijken wel. Soms heb je wel eens zo'n melding van... Oh, er is nu een feestje daar gaan. Dan ga daarheen. En dan kom je wel eens een spook tegen. Of je hebt natuurlijk die festivals in San Marciano. En soms is het ook spookavond hoor. Oh, het is mannenavond. Oelala. Hector. Een grappige introductie. Ga nou niet weer met dat kind praten. Oh, er komen echt mannen. Oh, hij is er vandoor. Hij gaat er vandoor. Oké, we gaan dus niet met hem praten. Bako Yang. Aardige introductie. Dan hebben we Jacques. Aardige introductie. Oh, er is ook een club bezig zo te zien. En we hebben Bjorn. Aardige introductie. Leuk en niet leuk. Tuinieren leuk. Oh, ze vindt de kleur geel niet leuk. Er zit geel in haar huis. Oké. Okay. Nog meer mannen. Aardige introductie. Stop met Bjorn. Ja joh, lopen even dwars door de bar heen. Ben jij niet stiekem een spook? Vermomd als mens. Oh, hij is verdrietig. Waarom ben jij verdrietig? Kasem. Opfleuren. Laten we hem opfleuren. Getrouwd met Ninbuma. Ze hebben wel goede compatibiliteit. Kijk hoor. Vriendelijk. Diepe gedachten. Gezonde relaties bespreken. Het is echt druk hier. Ik zie ook echt alleen maar mannen. We hebben hier nog meer. Bayou. En wie ben jij? Daryl. Oh, die zit undercover. Dat is die magische sim, toch? Oh, oh, oh. Oh, wat gebeurt hier? Met wie ben jij nou aan het praten? Oh, je bent nu met hem aan het praten. Oké. Nou, ik had een beetje gehoopt dat we hier spoken zouden tegenkomen, maar het zijn alleen maar mannen. Laten we naar huis gaan. Het regent, maar jij mag lekker naar bed. Oh, ik wil straks iets zien. Kijk, dan gaan we naar bed. Ah, we kunnen het raam niet zien. Wat jammer. Weet je wat dit huis heeft namelijk? Kijk, je kan haar hier zien slapen. Ik had gewoon gehoopt dat je dan die regendruppels zo op het raam zag vallen. Maar we zien gewoon een zwart vlak. En je moet naar de wc. Is er beneden ook een wc? Heb ik dat gedaan? Ja, er is beneden ook een wc. Ga maar gebruiken. Mag je daarna even douchen. En dan gaan we even een ontbijtje maken. Koken. We moesten toch aan de kookvaardigheid werken. Dus ik ga gewoon elke keer een losse maaltijd maken. Want dan is ze elke keer bezig met het maken van eten. Waar ze dan ook weer haar vaardigheden aan werkt. Want ik kan natuurlijk ook zo'n groepsmaaltijd maken voor 8. En dan in de koelkast leggen. Maar dat wil ik niet doen. Fruit. Oeh, fruitsalade vind ik wel goeie om mee te beginnen in de ochtend. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Oh. Zo, die snel met de watermeloen snijden. nee, ze gaat niet studeren. In ieder geval niet op een universiteit. We zijn bezig met het studeren van het tuinieren en het koken. Oh nee! En het onderzoek of oorsmeer. Een onderdeel is van fruitsalade.
Gadver. Nou, ze heeft wel kookvaardigheid 2 geleerd nu. Of bereikt. Dus nu kan ze ook eieren op toast en andere dingetjes doen. En een cool trucje extra combo. Ja, dat heb ze net al gedaan met de oorsmeer. Bah. Even kijken. We moeten nog steeds dit allemaal doen. Oeh, deze begint al te groeien. Daar moeten we eerst een hoger niveau voor hebben. Die is buiten het... Oh, die is zomer. Oké. Deze is wel herfst of lente. Oké. Hoe gaan we dat oplossen? Want dit is een heel klein huis. Kijk, leuk gele gordijnen voor iemand die niet van geel houdt. Weet je, ik wil gewoon... We gaan gewoon dat ding eens uitproberen. Kom eens hierheen. Magere hein oproepen. Ik wil dit zien. Hoe werkt dit? Waar is hij nou? Oh, hij is er. Daar komt hij aan. Komt ook echt naar beneden. Je schrik je toch te pleuren als dit zo opeens in je huis staat. Gaat ook op zijn telefoon. Wat is dit? Laten we een respectvolle kennismaking doen. Je wil hem te vriend houden. Kunnen we wat interesses bespreken? Nee, ik ga nou niet met jou bellen. Ik ben even bezig. Kunnen we vragen aan Hein of hij een shamersim is? Shamersim, hoe kom je daar nou bij? Oh jee. Dat vond hij denk ik niet zo leuk. Ongelooflijk. Ga jij nou ook bellen? Die vrouw denkt, ze neemt niet op. Bel jij even voor mij. We zijn een beetje bezig. Over koetjes en kalfjes. Leren kennen. Zou hij eigenschappen hebben? Hij staat nu wel gewoon... Oh, hij is volwassen. Dat weten we wel. Wat moeten we verder nog doen? Even kijken. We moeten ambrosia onderzoeken. Plant onderzoeken. Maar om een plant te onderzoeken moet onze vaardigheid omhoog zijn. Nee, we gaan niet televisie kijken. Ga jij, als je dan toch iets op de computer of op de media wil doen, ga dan maar Ambrosia even onderzoeken. Wat is die aan het doen? Hij is volgens mij een beetje de weg kwijt. Oh, hij moet aan ons denken. Ik weet niet of dat een goed iets of een slecht iets is. Dwars door de trappels heen kletsen. Je kan ook gewoon naast ons komen staan, hè? Oh, ja. Een onbekende beller! Hallo daar, je kent me niet, maar ik zag je van een afstandje en vroeg een gemeenschappelijke vriend om je nummer. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Ik ben gewoon... Ik voel me hopeloos aangetrokken tot je. Ik beloof je dat ik chill ben. Wil je me ontmoeten? Geheimzinnig, natuurlijk. Dit is eng. Jij bent eng. Of lief hoor, maar nee, bedankt. Ik ga niet voor die middelste optie, want ze staat ook gewoon te kletsen met Hein. We gaan dit doen. Dat is geweldig. Ik pak even mijn jas, dan kom ik meteen naar je toe. Romantische tevredenheid begint. Willow en Dennis hebben een sterke romantische relatie en zullen nu elk onafhankelijk romantische tevredenheidsniveau scheppen. Ze heeft hem nog niet eens echt gesproken verder. Een hoge romantische tevredenheid zal het onderhouden van een romantische relatie gemakkelijk maken. Een lage romantische tevredenheid maakt het onderhouden van een romantische relatie moeilijker. Dennis is net te weten gekomen dat Willow werkloos is. Willow en Dennis zijn beide zeer tevreden in hun relatie. Oh. Even iets randoms anders. Ambrosia is een gastronomisch gerecht dat een geliefde weer tot leven kan wekken. Het is moeilijk te maken en vereist 3 zeldzame ingrediënten. Als je meer wil weten, lees dan zeker de Ambrosia Society nieuwsbrief. Maar hoezo hebben we nou meteen een relatie met hem? Dat was nou... Hij wilde een keertje afspreken, hè? Oh, ik heb hier wat nieuws. Hoppatee. We moeten nog een plant onderzoeken, dat wel. Waar is die knakker? Oh, die komt eraan. Hij komt ook gewoon meteen naar binnen. Respectvolle kennismaking. Hij is ook oud. Zij is jong volwassen. Nee, dit gaan we niet doen. Oh. Oh. Daar ging hij. Willow heeft de snoekpaars, een nieuwe vissoort, geïdentificeerd. Dat is waarschijnlijk een vis die we ooit gaan moeten vangen dan. De snoekpaars. Vraag om een date op te zetten. Nee, ik wil dit afkappen. Relatie veranderen. Vraag om alleen vrienden te zijn. Beschaamd. Oh god. Zo. Iemand is boos. De romantische relatie tussen Willow en Dennis is doodgebloed. Het was nauwelijks een relatie. What the fuck?
fuck. Oh, hij is ook echt meteen boos. Vechten. Gast. Oh, ze heeft gewoon verloren van het theater. Dit is gewoon dik in het rood. En die balkjes zijn ook allebei dik in het rood. Naar huis sturen. Wegwezen jij. Ze is ook helemaal beduust. Bedankt voor je gezelschap. Welk gezelschap? Oké, wij moeten andere dingen doen. Primeurs. Het eerste gevecht. Wel verloren. En we hebben sociaal verliefd geworden. Wat? Dit spel, jongen. Dit is zo raar af en toe. Ze had hem nog niet eens gezien. Oké, ik wil even jouw vaardigheden gaan werken. We moeten namelijk tuinieren hoger hebben om een plant te kunnen onderzoeken. Dat boek heb je hier gelegd. Het Humor en Hippigheid Festival is in de stad. Ja, ik weet niet of we daar spoken gaan tegenkomen. Daar komt-ie. Yes, we hebben niveau 2. Dus nu kunnen we een plant onderzoeken. Ga maar onderzoeken. Oh, ze is nog bezig. Ik wou al zeggen. Assistent van Magere Hein. Geweldig. Je hebt een tipje van de sluier opgelicht over ambrosia. Maar dit is nog maar het begin. Ik heb meer details nodig. Blijf je tuin verzorgen. Oké. We moeten dus nu nog een recept bereiden terwijl we op niveau 3 of hoger zitten. En nog steeds spoken vragen naar ambrosia. Het ding alleen is, waar gaan wij die spoken tegenkomen? We hebben weer wat verdiend. Oorbellen! Als je deze oorbellen draagt, voel je altijd de koude hand van Magere Hein aan je ziel trekken. Nee, dank je. Maar we hebben meteen 2 beloningen. We hebben ook een energiedrank. Oh, die zit ook echt in de inventaris. Nou, onze Sim heeft toevallig honger. Dus ze mag weer even een maaltijdje gaan koken. Is weer goed voor die kookvaardigheid. Want we moeten naar niveau 3. Laten we dit keer... Wat is hallo, hallo? Een kleine regenboog in een gerecht... Een zomertracta. Oh, dit is meer een toetje of zo, lijkt het mij. Laten we maar macaroni met kaas doen. De klassieker. De Amerikaanse klassieker. Hoe staat het eigenlijk met haar kookvaardigheid? Die zit nu op 2. Zullen we open doen? Nee, ik denk het niet. Zit ook echt met zijn tablet af te fikken. Oh, hier woont iemand nieuw. Welke bloedgroep heb jij? Laat je wel lekker buiten staan. Het is jammer dat de zon niet schijnt. En dan mag je van mij wel een keertje televisie kijken. Maar dan gaan we wel naar het kookzender kijken. Wat ga je nou doen met die lama? Oh. Ik heb die lama ooit uit Diebuk gehaald. Maar in haar hoofd, in dit spel, is het waarschijnlijk klei. Klei kneden, ja. Dat is het dus niet. Het is een kant-en-klare lama. Wat ga je nou weer doen? Nee, ga eens gewoon zitten en televisie kijken. We moeten aan jouw vaardigheden werken. Kom op. Nou, weet je wat? Het is al laat. Ik ga je gewoon naar bed sturen. Morgen weer een dag. Oké, het is de volgende ochtend. Oeh, ze is wel geïnspireerd. Dus misschien kunnen we iets leuks daarmee. Nee, weet je wat? Ik wil wel dat hallo hallo. Ik wil wel eens weten hoe dat eruit ziet. Kan ze niet ook voor mij koken? Ik heb trek. Hé, maar dit heb je nou niet zelf gekookt, hè? Dat was de bedoeling dat je... Oké. Ik dacht het is iets dat ze moet maken. Maar het was iets wat ze zo uit de koelkast kon pakken en eten. Dat is wel jammer. Dan mag je gewoon even in dat boekje gaan lezen. Ze is heel dichtbij. Dat is wel heel goed. Hoe gaat het met dit plantje? Die is lekker bezig. Oh, we kunnen al oogsten. Nou, dan gaan we even oogsten natuurlijk. En ondertussen lees ze door. En we hebben niveau 3 bereikt. Lekker bezig. Oké, dan wil ik toch eigenlijk wel weer even op spokenjacht. Ik zit alleen te bedenken. We hebben natuurlijk nu geen festival. Oh, morgen is wel de lotto. Laten we gaan reizen. Waar vinden we spoken? Weet je wat zo leuk is soms aan de Sims? Want als je het niet weet, dan heeft het Sims zeg maar tips die je kan lezen. Uitleg die je kan lezen. Misschien moet ik dat de volgende keer even doen. Want de spoken naar Ambrosia vragen is dus van de Sims je paranormaal.
Dus ik moet gewoon alleen even een tafeltje kopen. Ik hoef helemaal niet ergens naartoe. Dus dan gaan we dat even doen. Ze hebben echt nul plek in dit huis. Hè. Waar ga ik die tafel nou weer laten? Nou, laat hem eerst even kopen. Ja, waar staat hij onder? Ik ga gewoon filteren op dat pack hoor. Paranormaal. Dat was een accessoirespakket. En dan zet ik hem op alles. De seance tafel. Laten we hem gewoon meteen een tafelsetje kopen. Ja, zie je, dit past dus nergens in dit huis. Dus we gaan hem lekker hier buiten neerzetten. Misschien een ander kleurtje. Hebben we nog een ander kleurtje? Nou, geen geel, want daar houdt ze niet van, hè? Oké. De spoken naar Ambrosia vragen. Ik help even mee. Willow is haar paranormale reis begonnen. Oh. Oh. Krijgen we ook iets? Ze is geïnspireerd. Spookje, spookje. Bovenaards toezicht. Iemand die zijn hele leven geleefd heeft, heeft op waarschijnlijk een goede kijk op dingen. Maar is ze nu ook ergens met een spook aan het praten? Hebben we nu ook een spook in huis? Zelf. Oh. Nee, oké. Okay. Ambrosia, wil je delen? Dit zal je zeker helpen met je missie. Begin met het aanleggen van een tuin. Plant een leeuwenbekje, appelboom en kersenboom. Hebben we weer iets gekregen? Hoewis? Wat is dit? De griezelzoeker kaveluitdaging. Kavels met deze uitdaging vervullen sims van een ijzingwekkende opwinding. En trekken andere sims aan die op zoek zijn naar een griezelige leuke tijd. Oké. Okay. Het is nu gemoedelijk, natuurlijk licht en een zonnig aspect. Welke had ik nou net vrijgespeeld? Oh, het is een uitdaging. Geen eigenschap. Oké, dan zet het zonnige aspect weer terug. Ik had ook gewoon dit kunnen instellen. Spookje, spookje. Maar dit is van stedelijk leven. Ik heb er toch net één... Oh, dat kan. Dat moet in leven. Oké. Griezelzoeker kaveluitdaging. Deze kaveluitdaging vind je in het paneel eigenschappen onderbouwen. Griezelzoeker. Met een poppetje dat zo doet. Oké, griezelzoeker, griezelzoeker, griezelzoeker. Oh, hier, bangmaker. Er hangt iets in de lucht dat je vervult van een ijzingwekkende opwinding. En sims aantrekt die op zoek zijn naar griezelige leuke tijd. Oké, okay, nou, ik heb hem aangezet, jongens. We gaan het meemaken. Wat moet ze nog doen? Ze moet alleen nog iets koken op niveau 3. Nou, we gaan er even laten plassen. Zit ze weer met die lama, hè? Het is geen klei. Stop eens met die lama. Ik ga dit ding verkopen. Is ze nou in de zak gestopt? Willow voelt zich de laatste tijd heel vrolijk. Het gaat allemaal hartstikke goed en er is geen vuiltje aan de lucht. Deze verandering omarmen. Nee. Weg ermee. Weg met die klei. Oké. Okay. Willow heeft zelfontdekkingsmoment afgewezen. Ze vond dit niet het juiste moment. Dat is prima. Oké, okay, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen kunnen er maximaal 3 zelfontdekkingsmomenten ervaren. Zelfontdekkingsmomenten kunnen een sim een nieuwe karaktereigenschap geven of een bestaande karaktereigenschap met het tegenovergestelde wisselen. Oh, oké. Okay. Dat is interessant. Wat hebt ze nu ook alweer? Ik ben het alweer vergeten. Houd van buiten extravert fijnproever. Ja, maar ik vind dat leuk. Ik vind het op zich leuke eigenschappen voor deze sim. En ook wel voor deze challenge. Dus die hoeft van mij niet per se weg. Het enige wat we wel moeten doen is werken aan haar kookvaardigheid. Want ze moet naar niveau 3. Zit ze al op niveau 3? Ze zit al op niveau 3. Oh, nou dan mag je even wat maken. Ga maar, ja. Pio de iets. Kaasbroodjes. Ga dat maar maken. Hoezo kon je brievenbus niet bereiken? Staat gewoon hier. Ga je post maar halen daarna. Koken is heerlijk. Draai die appelflappen om. Roer door de saus. Willow is in haar element. Ja, ik vind wel dat ze dol moet zijn op koken. Is goed voor deze challenge. En goed voor het pushen om haar aan die vaardigheden te stoppen. Een telefoontje verwijderd. Met die heinofoon kun je me oproepen wanneer je maar wilt. Doe het alleen niet te vaak. Reizen naar dit rijk kan vermoeiend zijn. En dan gaan we volgende keer week 2 doen. We hebben dus nu alles van week 1 gehaald. Heinz, hulpjes week 2. Het is tijd om je handen een beetje vuil te maken. Voor deze volgende stap moet je een gat graven. Maar ik kan je niet helpen. Het is tijd voor mij om een niet eeuwig dutje te doen. Oké. Okay. Ja, dat gaan we dus de volgende keer doen. Maar we hebben nog wel wat ontgrendeld. Weer een drankje. Oh, heel veel ontgrendeld. Oh nee, die net niet. Oké, okay, maar we hebben gekregen het vreugdedrankje. Drink dit drankje om blij te worden. Dus de volgende keer moeten we een gat graven. En dan krijgen we daar de opdrachten te zien.
En hier krijgen we ook nog niet op. We moeten echt eerst een gat graven. Oké, nou dat is gewoon voor de volgende keer. We hebben nu week 1 gedaan. De opdrachten van week 1 hebben we nu gewoon klaar. Gaan we volgende keer verder met de opdrachten van week 2. Dankjewel voor het kijken. Laat weten in de reacties wat jij ervan vond. En tot de volgende keer. Doeg!